Aloha, heb jij ook wel eens dat zwanger van een zesling gevoel na het eten? Veel mensen denken dat pijn of een gezwollen buik na het eten erbij hoort en verbijten de pijn of slikken gewoon een pilletje om het symptoom weg te halen. Want dat is het. Het is een symptoom. Het heeft namelijk alles te maken met een disbalans in je darmen en daar kan je makkelijk iets aan doen. Want zo'n disbalans dat leidt tot klachten. Van huidproblemen zoals eczeem of psoriasis, tot concentratieproblemen, tot pijn, tot last van je organen. Een heleboel ellende. Dus maak ik vandaag voor jullie maar 10 minuutjes voor een niet meer zo gezwollen buik na het eten. Maar 10 tips die helpen. Bijvoorbeeld, varieer in je voeding. Eet niet alleen voeding die gebaseerd is op tarwe, zoals brood of koekjes of pasta. Maar kies ook eens voor een pasta van andere granen, in plaats van alleen maar van tarwe. Daar wordt je buik blij van. Minder tarwe dus. Kauw goed. Zo worden de juiste verteringsenzymen aangemaakt en dan hebben je maag en je darmen veel minder werk. Normaal gezien zou je 20 keer per hap moeten kauwen, maar ik begrijp, dat is veel. Maar denk maar vooral aan kauwen in plaats van hap, slik, weg. Als de verteringsenzymen hun werk doen, dan wil dat eigenlijk zeggen dat jouw maag en darmen minder werken en dat het allemaal sneller naar beneden doorgaat en dat het minder tijd heeft om te liggen gisten. En dat is dus wat we niet meer wilden. Vermijd grote hoeveelheden fructose. Dat is fruitsuiker en dat zit natuurlijk in fruit, maar ook in gedroogd fruit en in de zogenaamde gezonde suikervervangers, zoals agave, ahorn en ook in honing. Nu zeg ik niet dat je dit niet meer mag eten, maar als je last hebt van een opgeblazen gevoel, is het misschien een goed idee om dit eens even een aantal weken te stoppen en te kijken hoe je lichaam reageert. Zuivel. Verminder het of vermijd het. In zuivel zitten eiwitten en suikers die we na ons tweede levensjaar niet meer kunnen verteren. En dan krijgen we last. Probeer dus te gaan voor bijvoorbeeld kokosyoghurt of plantaardige dranken. Want daar zitten hele goede stoffen in. En de goede stoffen uit melk, de calcium, die haalt de koe uit het gras. Moeten we dan allemaal gaan grazen? Nee, maar groene groenten zijn ook een hele goede calciumbron waarvan we veel minder een opgeblazen buik zullen krijgen. Als je vaak last hebt van een plofbuikje, is het misschien toch ook wel een goed idee om uit te kijken met peulvruchten. Een moeilijke voor vegetariërs en vegans die al hun plantaardige eiwitten uit dit soort groenten halen. Een oplossing kan dan zijn om de peulvruchten een nacht te laten wellen in water, dat water af te gieten en het dan te bereiden in vers water. Ook het toevoegen van bonenkruid helpt. Feit is dat deze voeding heel goed moet afgebroken worden in de dunne darm. Komt dat niet helemaal afgebroken in de dikke darm, dan gaan de bacteriën die daar normaal leven een bijproduct creëren wanneer ze ervan smullen. En dat bijproduct is, gas. De pompoen is een ongelooflijke ontgasser. 1 kopje gebakken, geroosterde of uit de oven pompoen of zelfs pompoensoep zorgt ervoor dat het gas in je buik geminimaliseerd wordt. Knoflook is een gezondheidstopper. Hij is antibacterieel. Hij zorgt ervoor dat je bloed een beetje verdunt op een natuurlijke wijze en hij helpt ook je darmen met beter verteren. Als je iemand bent die toch wat last heeft van de maag als je verse knoflook eet, gebruik dan gefermenteerde knoflook. Die is eigenlijk een beetje voorverteerd en zal dus nog makkelijker worden opgenomen door je maag. Ook een goede is de peterselie. Donkergroen, chockvol chlorofyl waar de darmen blij van worden en een vochtafdrijver, dus werkt ook diuretisch. De pepermunt, het kruid tegen een opgeblazen gevoel en misselijkheid. Ons mama had dat niet voor niks altijd in haar handtas zitten, pepermuntjes. Dat helpt goed om te digereren, zoals ze toen zeiden. En dan is er de gember. De gemberknol is een geweldig goeie voor heel veel, maar ook tegen een opgeblazen gevoel of misselijkheid na het eten. Neem gewoon een kopje heet water van de kook af en snij een paar schijfjes gember erin en drink dat op. Laat het 10 minuutjes staan, dan zit er goed veel gembersap in je theewater. Hele goeie.
Direct een platte buik. Allen aan de gember. Voeg probiotica toe aan je voeding. Dat is geweldig goed, want dat zijn eigenlijk de goede darmbacteriën die ervoor zorgen dat je darm goed werkt. Je kan dat doen door middel van psylliumvezels of vloozaadvezels die je met een glas water neemt of over je ontbijt strooit. Maar je kan ook een supplement nemen. Neem dan wel eentje met 8 verschillende bacteriële stammen, zodanig dat je ook varieert in de goede bacteriën. Heb je daarentegen last van stress? Dan moet ik dus zeggen dat stress is een hele slechte voor de dikke buik. Want wat gebeurt er? Als je stress hebt, dan leg je eigenlijk je hele spijsvertering plat, ook je darm. Want stress, dat is eigenlijk vluchten of vechten. En je kunt niet vluchten of vechten als je aan het verteren bent. Dus met andere woorden, als jij stress hebt, dan gaat je niet goed verteren en krijg je dus een dikke buik. Dus adem, kom tot rust. Gebruik alle tips die wij hebben doorgegeven in dit filmpje. En uw buik zal slinken. Dit was het. See you soon. Geef ons een duimpje. Ga langs de site. En tot volgende week.